En de esdoorn is geplant door leerlingen uit groep 6 van de zaaier uit Nieuw-Leuzen. Samen met medewerker buitendienst van de gemeente Dalfsen, Rick Bredewold, en wethouder Klaas Agricola. Het is echt een feest en het is toch prachtig als je ziet hoe de kinderen zo met elkaar bezig zijn met Boomvisdag. Eerst hebben we hier in groep 8 of groep 6 met de kinderen heeft Rick, medewerker bij ons bij de buitendienst, een soort gastles gegeven. En je ziet dat kinderen geïnteresseerd zijn. En dat is alleen goed dat ze ook bewuster zijn van wat bomen zijn en wat bomen betekenen voor de samenleving en voor het dorp. Ja, maar dan wordt er maar één boompje geplant. Er wordt één boompje geplant, maar ze hebben allemaal ook een vlinderstruikje mee naar huis gekregen die ze thuis weer kunnen poten. Maar daarnaast poot de gemeente omstreeks deze tijd natuurlijk heel veel bomen in openbare ruimte. En daar hebben we een groot plan voor gemaakt. Dat heet het Groen Structuurplan. En er worden oude structuren worden in ere hersteld, maar er worden ook nieuwe structuren, groenstructuren aangepoot. Ja, is zo'n boomfeestdag, een boomplandag, is dat een must in Nederland? Ik vind van wel. Het is ook een stukje bewustwording van met name van kinderen. Ja, en dat gebeurde hier wel vandaag, want er waren veel kinderen. Er waren veel kinderen en het is ook goed dat ze de hele school erbij betrokken hebben. Niet alleen groep 6, maar de hele school met dit moment voor het poten van deze boom. Ja, hoeveel bomen worden er vandaag geplant in de gemeente Dalfsen? Op 5 scholen zijn we momenteel zijn we daarmee bezig. Maar daarnaast poot de gemeente zelf ook op verschillende bomen op verschillende plekken. Maar 5 scholen doen nu in concreetheid mee. Ja, hoeveel jaren doet de gemeente Dalfsen dit al? Al vele jaren. Boomfeestdag bestaat 60 jaar. Maar wij als gemeente Dalfsen, hoe lang ze exact bezig zijn, durf ik niet te zeggen. Maar zolang ik wethouder ben, is ieder jaar wat ruimschoots aandacht besteed aan deze dag. Ja, zijn er nou nog bomen geplant de afgelopen jaren, misschien wel 10 jaar terug, dat je denkt van, die is toen ook op een boomfeestdag geplant? 10 jaar geleden weet ik niet, maar die tijd dat ik wethouder ben en bij betrokken ben geweest, daar kom ik dan wel eens langs de plekken waar die bomen gepoot zijn. Dan zeg ik van, het zijn toch mooie bomen geworden. Dus je poot ze klein en je ziet ze uitgroeien. Een mooi voorbeeld vind ik dan zelf bijvoorbeeld Lemerenveld. Daar zijn het langs het kanaal Wilden gepoot. En nu zie je dus, die staan nu jaren 5 en je ziet ze nu en ze zeggen van, wat is toch een verrijking van het dorp dat deze bomen daar gepoot zijn. En zo heb je dat hier ook in Nieuw-Leuzen op verschillende plekken. Dat is toch goed gedaan. Ik zit me wel even af te vragen, bedenk ik, wanneer staat deze boom er over 10, 20 jaar nog? Ik hoop, op deze plek? Ik hoop het wel. Stel je voor dat deze school zijn functie ooit eens een keer zou verliezen. Ik verloop het denk ik niet, want er zitten meer dan 200 leerlingen op. Maar dan krijgt dit gebouw vast een andere invulling. Maar daarbij wordt altijd gekeken van naar de bomen die er staan. Van hoe kunnen we het zo transformeren dat de bomen kunnen blijven staan. Rick Bredewold, er is zojuist een boom geplant hier bij de zaaier. Wat voor boom is het? Het is een Noorse esdoorn. In de Latijnse naam is het Acers platinoides. Dat is een wetenschappelijke naam voor die boom, zeg maar. Dat is over de hele wereld over dezelfde boom praten. Deze gaat straks in het voorjaar gaat deze bloeien. Daar komen dan ook mooi heel veel bijen op af, zeg maar. Dat is al een goede bijentrekkende boom. We gaan er straks een ring omheen zetten voor het water geven. Boompalen zijn er al bij, we moeten hem nog even aanbinden. Zodat hij stevig staat, zeg maar. En dat ze van zomer een beetje water kunnen geven. Dan hoop ik dat die bomen een goede toekomst tegemoet gaan hier bij de zaaier. In de beste groeiomstandigheden kan die bomen 30 meter halen. Dat verwacht ik hier niet helemaal, omdat we toch wel met geel zand te maken hebben van het straatwerk en spelende kinderen. Maar in 20 meter gaat hij wel halen, denk ik. Ja, hij zal ook wat wortelen gaan in de grond. En hij zal misschien ook eens een keer hier en daar wat straat op drukken. Dat kunnen we op dit moment niet voorkomen. Maar we zullen er alles aan doen om het in ieder geval goed te laten verlopen. Ja, het is een boom die veel bijen aantrekt, zeg je. Is dat een beetje in tegenwoordig dat bomen bijen moeten aantrekken? De bijenstand moet op peil gehouden worden? Ja, dat is wel een tendens op het moment. Er worden ook heel veel bloemakkers ingezaaid om de bijenstand weer een beetje op peil te krijgen. We hebben heel veel bijensterfte gehad de afgelopen jaren. Door allerlei oorzaken en ook oorzaken die nog niet goed bekend zijn, zeg maar. En om toch om die beestjes een beetje te helpen, planten wij als gemeente bijenvriendelijke bomen aan en stimuleren we dat ook. Ja, en deze boom past daar prima in en die kan het hier goed doen, voldoende licht enzovoort?
Ja, hij is zeker verdomde licht. Het water dat krijgt hij hier van de congestie als het goed is. Dus ik heb hier een goede verwachting over. Ja. Ja, en jij fietst hier nog regelmatig langs om te kijken hoe je het doet? Ja, dat ga ik. Of ik rijd er even langs, maar ik fiets er langs. Ja, dat gaan we zeker doen. We houden het in de gaten. Ja. Ja, waar staat jouw boom die jij vroeger geplant hebt? Die staat aan de Zwartjeslandweg. Het is een knotwillig. En hij wordt nog één keer in de 3-4 jaar wordt hij nog geknot. Ik durf niet meer precies te zeggen welke als het is in de rij. Maar daar zijn wij geweest met boomplantdag. Het was een en fietsen en een koude dag, dat weet ik nog. Kom te knuffelen. Dus in ieder geval omarm en pas er goed op. Ja, dankjewel.